Goedemorgen, Ronnie. Ja, goeiedag. Kijk eens wie ik heb gevonden hier. Onze grootste fan is het. Ja, dit is onze grootste fan. Gerrit, kom er gezellig bij. Gerrit, kom erbij. En Jan Pet viel mij vanmorgen al gelijk op. Ja. Goeiedag. Ja. Dag Gerrit. Ja. Hoe komt zo in zo'n pet, joh? Ja. Maar was net je voor de klomen maken, hoor. Maar ik heb kocht. Oh, kocht. Oké. Uit Blijham, in elk geval. Jij ook goeiedag. Goeiedag, Mio. Nou, heb je de pleverkalk weer bij je of ik niet? Ik heb de pleverkalk weer op mijn tafeltje staan. Heb jij weer droge was of nooit? Nee, ik heb... Mijn vriendin die vond er helemaal niks, joh, met die droge was op paar was. Oh, maar ik vond het zo grappig. Ik heb een eigen ontbijt mee. Oh, hè? Lekker. Lekker, ja. Dat haal je zo uit de buts, hè? Lekker, ja, die worst. Ja. Dus ik moest vanmorgen broodjes smeren. Oh. Nou ja. Wat zit erop? Rosbief. Oh, oké. Okay, lekker. Ja. Dat zit een beetje in de buurt van de droge worst. Ja. Ja. Heb je toen die idee, Gerrit? Hoe wil je hem ook nog nooit? Naar Veendam toe? Ja? Vol gas over de plaats? Vol gas over de plaats en doe ik de met fietsen. Kijk, dat wist toen wel zijn natuurlijk. Ja, ik wil zien. Ik wil zien hoe ze fietsen. Fiets op de rennen staat. Durf jij dat wel, daar op zo'n fietsje? Ik word volgende week ook nog weer op de bus, Gerrit. Ja, en? Zou dat wel verstandig zijn? Een zwembroekje, hè? Doe gewoon van op televisie kijken. Ik ga op televisie kijken. En dan moest me kijken of het ook lukt is, die tip. Ja, dat komt wel goed. Nou, goeiedag, Hem. Ja, goeiedag, Hem. Goeiedag, Hem. Ik moet er wel mijn oom, mijn koffie moet mee. Mijn koffie moet mee. Moeten we toch met die man, hè? Ja. Ik vind het wel een lieverd, hoor. Ja. Jongen. Even show op TV Noord, hè? Die zijn wel sneller, hoor. Ja, die zijn sneller, ja. Mooi. Die zwaait niet. Laatste dag vakantie. Ja. We gaan de camping in, op. Maar misschien heeft de rest van Nederland nog wel vakantie. Ik weet trouwens niet eens hoe het zit. Dat ziet er uit als een paard. Dat ziet er inderdaad niet uit alsof ze aan zijn gekomen net. Nee. Morgen. De vakantie zit erop. Yes. We zijn alleen maar een weekendje weg geweest. Oh, jullie zijn alleen maar een weekendje weg geweest. Morgen moet je weer naar school. En heb je er ook zin in? Nee. Waarom niet? Weet ik niet. Dat weet je niet. Ik vind het eigenlijk ook niet heel erg dat we morgen weer naar school gaan. Jij vindt het niet erg? Nee, want dan zie ik al mijn vriendjes en zo weer. Heb je ze gemist? Half. Half. Want ik heb ook heel veel vriendjes nog in de vakantie gezien. Ja. Alleen, ik heb ook wel bijvoorbeeld vriendjes die ver weg wonen niet meer gezien. En papa die ligt op de knieën, zie ik wel. Dag, even goed om het bed kijken of daar wat ligt. Vegen. Oh, u bent het vegen. Ja. We hadden de vakantie al gehad, maar het werd mooi weer. Dus we dachten, lekker met zwemplas, we hadden de boot mee, de roeiboot. Ja. Dat zit erop. Oh, u bent wel heel netjes zo. Ja. Goed, ja. Groen bij groen. Oh, groen bij groen, ja. U gaat gewoon ongestoord verder, hè? Begrijp ik wel. Ja hoor. Ja. Ondanks dat wij er zijn. Hey, schatje. Dag, schatje. Ik herhaal je maar even, hoor. Ja. Dat is mijn dochter, dat mag hè? Dat mag dat, ja. De eigenaresse van de camping. Ja. Wat voor seizoen was dit voor jullie? Een topseizoen. Ja. Ja, echt mooi weer natuurlijk. Ja. Een prachtig weer gehad. En dan één weekje met af en toe eens een keertje een paar buien. Maar ja, het was nog steeds 20 graden. Dus dat was geweldig. Ja. En de trek vanuit heel Nederland naar Groningen toe? Dat wordt steeds meer, heb ik toch wel het idee. Hè? Ja. Het verste land wat jullie vandaag of dit seizoen gehad hebben? Ik denk toch steeds wel Spanje. Er zijn steeds meer Spanjaarden die hier komen. Nou spreek ik ook een beetje Spaans. Dat was ontzettend leuk, maar dat heb ik op school niet geleerd natuurlijk. Om iemand in te checken in het Spaans. En dan, ik heb dus ook geleerd dat La Barriera is de slagboom. Dus nou, we hebben ik denk een stuk of 10 Spanjaarden gehad. Okay. Dus dat verbaast mij ook een beetje. Dat praat zich een beetje rond in Spanje. Ik denk het. Ja. Spanje is dan ook maar weer klein. Ja. Oh, geweldig, man. Lukt dat, Ronnie? Goeiedag.
Mooi. Hoi, zeg jij. Waar wonen jullie? Sappemeer Noordzijde. Sappemeer, ja. In Groningen zeggen ze mooi. En jullie zeggen? Hoi. Waarom zeg je hoi? Omdat we zijn van Nederland. Oké, goed. Maar wij zijn ook van Groningen. Papa toch, of niet? Zeker. Ja. Dus je hebt ze geen mooi geleerd. Wat moet ik dat even doen? Als je echt een Groninger bent, dan zeg je mooi. Zeg maar even. Zeg maar even. Mooi. 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 Ja. Goed zo, heb jij ook weer wat geleerd? Ik heb ze weer wat geleerd. Ja. Oh, wacht even. We worden hem de weg overgeleid volgens mij vanaf de camping. Daar staat iemand. Waar moeten we daar naartoe? Wat heeft hij te vertellen? Goedemorgen. Ik denk jullie gaan met mijn broer kijken, Appie. Wat is er met Appie? Appie heeft een camping voor Minima. Ik denk jullie ben verkeerd. Ja, we zijn, het is de laatste dag van de vakantie, dus wij moeten hem de camping op. Hij heeft mensen uit Brabant weg en zo. Ziet hem later vakantie, hè? Nog een week. Nog een week. Dus er zit een man of 30 zitten er weer. Dan gaan we ook naar Appie toe. Ja, leuk. Dus wij moeten hier... Leuk, hoor. Ja. Hallo. Dus we moeten hier linksaf, begrijp ik, en dan? Ja, hier linksaf, eerste weg rechts. Ja. En dan eerst de zandpad links. Broersma's reed. Goed. Broersma's reed. Broersma's reed, ja. Met D. Want dat zeg ik niet, met een T. Nee, dat is wat anders. Nou, dankjewel voor de tip. Ja? Goeie reis. Oké, maar mooi. Goeiedag. Goeiedag. Hè? Dat is wel leuk. Of mooi even. Dit is de camping. Ik weet niet of Appie hier ook is. Drukte kerel. Pas op voor de pingpongtafel. Driftpunt. Mensen die hier staan hebben niet zo breed. Meestal niet. Nee. 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 We hebben gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Nee, die wordt zelfs opgehaald. Anders kent niet eens. Nee. Zo erg is het in Nederland. En zij staan hier dan gratis? Ja, natuurlijk. Kun je ze dan niet vragen? Nee. Nee. He? We hebben zoveel spullen gekregen. Wij kennen mensen allemaal daarbinnen, door de mensen. Heel Nederland is zo lief. We krijgen zuivel, we krijgen vlees gedoneerd. Vanmorgen komt er weer gebak. Iemand komt weer een tas met boodschappen brengen. Ja. Nou, zo gaat het al 6 weken lang. Op vakantie in Groningen. Want jullie komen allemaal uit. Dit is Nieuwegein. Den Haag. Den Haag, Friesland. Rotterdam hoor ik. Jij zegt tegen jezelf, van, ik hoef er niks aan te verdienen. Nee. 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 Dat hoeft het niet. Nee. Dit is mijn grootste rijkdom. Zie die mensen. Zijn gewoon, die ben 20 jaar nooit op vakantie geweest. Kinderen, de meeste kinderen die hier lopen, zijn er nooit op vakantie geweest. Nee. Wat is dit mooie ervaring? Dit vergeten ze dan nooit weer. Nee. Heel leven vergeten ze mijn dikke kop nooit weer. Nee. Jij hebt een groot hart, hè? Heb ik al door. Ja. Nee, een klein hartje. Een klein hartje, ja. Net hoe je dat ziet natuurlijk. En dan hier op de camping bij Appie. Ja, wij vinden Appie een man met een groot hart. Met een gouden hart. Met een gouden hart. Ja, top wat hij doet. Ja. Heel lief. Want vakantie was anders niet mogelijk voor u? Nee, dat ging niet financieel, was dat gewoon niet haalbaar. Nee. Dus we zijn super blij met Appie en zijn lieve aanbod. Ja. Ja. Ja, hoe lang is het geleden dan dat u op vakantie geweest bent? 6 jaar. 6 jaar? Ja. Dus dit is echt genieten. Als de kinderen naar de zin hebben, hebben wij het ook naar ons zin. Hoe lang is het geleden voor u dat u op vakantie geweest bent? 6 jaar geleden. Ook jullie horen bij elkaar toevallig. Ja, elkaar. Ik pik ze wel weer uit, hè? Nee, maakt niet uit. Nee. Ja, 6 jaar. Ja. Dus. En dan kom je hier terecht. Ja, heel apart. Weet je, klikt al gelijk vanaf het begin. Ja. Dus ja, dat moet je ook maar mazzel mee hebben, zeg maar. Ja. Want vakantie is gewoon te duur. Ja, hier zit ik ook aan kindervakanties verbonden natuurlijk. En dan kom je vaak in het hoogseizoen uit. Ja, dat is gewoon, gewoon niet, momenteel niet haalbaar. Nee. Dus ja, dan moet je doen met de middelen die je kan hebben. Ja. Alles wat hier staat, hè, is niks van mij. Hè? Nee. Alles is gekregen. Ik heb 1 waterpomp gekocht en een zandbak. En de rest is allemaal gedoneerd. Ja. Zelf toiletgebouw. Eigenlijk alles. De kerk heeft geregeld dat u hier naartoe gaat? Ja. Om de reis te maken? Ja, om de reis te maken. En ze komen ook weer ophalen. Ja. Dus er is een oproepje geplaatst. En iemand heeft daarop gereageerd. Ja.
Dan had ik hier niet kunnen komen. Nee. U komt uit Nieuwegein. Ja. Ja. En dan kom je in Groningen terecht. Ja. Bij Appie op de camping. Ja. Ja. Leuk? Ja, heel leuk. Ja. De kinderen hebben het geweldig en ja, we hebben het echt naar ons zin. Ja, want hoe zou de vakantie er anders uitzien? Ja, dan zat ik thuis met de kinderen. En dan tref je dit sfeertje aan. Ja, het weer is geweldig natuurlijk. Ja, ik zou het wel missen als ik weer naar huis moet. Ja, is dat zeg zo? Ik eerlijk, ja, natuurlijk. Mensen om me heen. Ja. Ja. Dat is anders niet zo? Nee. Ik heb niemand. We zijn echt ontzettend blij met Appie. Ja. Ze hebben ook geen geld voor cadeautjes, hè, voor Sinterklaas. En die krijgen ze mee straks? Die krijgen ze straks mee voor de laatste dag. Ja. Ik heb zoveel spullen over. Ik denk dat we gewoon verder gaan en dat wij gewoon cadeautjes inschamelen. En dan maken we hier maar een keer een koopavond van in november. Mensen die niks hebben, kom je maar te shoppen. De Nederlandse vlag, Wijnand. Ja. Geen Groningen, maar Nederlands. Oh, mooi. Maar voor mij is er iemand, staat er ook op, geslaagd. Oh! Of hem kom. Is wel leuk. Het is serieus. Goeiedag, hem. Goedemorgen. Mooi. Mooi. Dit is wel zo'n dag. We rijden weg en dan gaat weer een vinger omhoog. Ja? Die reed net van de camping weg, ging een vinger omhoog. We waren bij de dijkcamping geweest, maar we gewoon van de dijkcamping weg en die gaat weer een vinger omhoog. Ja. Ik zou hem vlagen en ik zou geslaagd. Ja, klopt. De middelste is slaaf voor de VWO. Okay. Wel een beetje laat, maar... Ja, ik moet net zeggen, want dat is toch al lang bekend, dat allemaal? Klopt. Ja, dus ze was zakt en ze moest dus een soort herexamen doen. Ja. En dan is ze verslaagd. Is de middelste er ook? Nee. Oh, wat jammer. Ja, dan komen we hem feliciteren. Ja, we zitten niet, helaas. Nee. En nou, straks? Mondzorg gaat ze doen. Mondzorg? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is een beetje tandarts en spullen en zo, hè? Ja. Heb ik trouwens niks met me gehad? Ik ook niet. Nee. Nee. En jij gaat maandag weer naar school? Ja, klopt. Ja. En leuke dingen gedaan deze vakantie? Ja, heel veel gewist. Ja? Ja. Nou, laat een foto met hem zien. Oh, wacht even. We krijgen... ja. Oh, dan ben je visfoto's van hoe groot ze ben. Oh, wat grappig. Wat mooi. Ja, ik zit er even lekker ja, bij. Ik zie het. Ja, ik doe rustig. Heerlijk weer. Dat is onze Martijs. Ja. Doe maar rustig aan hoor. Ja. Ben je trouwens vernoemd of zo, Martijs? Nee. Waar komt er vandaan, Martijs? Mijn vader wilde heel graag, volgens mij, als ik het goed heb, de derde Marten Veldhuis van mij maken. Ja. En mijn moeder had zoiets van, laten we dat nou maar niet doen. Nee. Toen is er een compromis uitgekomen. En, ja. Dat werd Martijs. Dat werd Martijs, ja. Mooi verhaal, want ik ben vernoemd naar het weer. Oh, naar het weer? Ja, toen ik geboren werd, toen was er regen. Dus werd het Ronald. Ronald Regen. Ronald Regen, oké. Okay. Ja. Even Jacob? Ja. Dat is grapje wel. Dat dacht ik al wel. Oh, wacht even, hier komt de visfoto. De visfoto, laat eens hem zien, wacht even. Dat is een karper. Een brazem. Oh, dat is een brazem? Ja. Ja, het licht is een beetje bijzonder. En bij de snespoel hier. Ja. Dat is een flinke jongen. Bij je ja. Ja, maar hoe groot was hij? Dat hebben we niet eens over. Ook wat gewicht? Of, Ook niet. Nee, het was een beste jongen. Ja. Ja. En hij was heel mooi donkerbruin. Ja. Dus meestal als bij kanaalvis dan mensen een beetje bleek. Ja. Maar dit was heel mooi op kleur. Ja. Ja. Nou. Die gaan we verder. Ja, dat is goed. En kijken of we verder komen, want we geven twee keer gas en we rijden naar de volgende hier. Dus, Ja, dat klopt, ja. Hele motto-club, joh. Ja. Zie je dat? Dit zijn er veel, hoor. Daar groeit er vast wel eentje van. Goeiedag, heen. Goeiedag, heen. Goeiedag, heen. Poeh, daar was er nogal wat. Neem maar even een slokje water. Een slokje water, heb je. Kijk eens, Wijnand. Ah. Horen, zien en zwijgen. Daar zitten ze, hoor. Drie op mijn rij. Wat gezellig. Ja, ga erbij zitten. Wat zegt u? Ik zeg, ik wil op de televisie. Oh, of wil jij op de televisie? Ja. Ja, nou. Wie ben je dan? Ruud. Ben je? Ruud. Oh, Luuk. Wat is dit? Dat is nou een microfoon. Dat is de microfoon. Hallo. Ja, dat hoor ik. Ja, en dan zit dat dan in de camera, zeg. Dan ben je ook nog op televisie. Hallo. Kijk open. Hallo.
Ja, hallo. Ja. Ja. Zal ik hem weer terugpakken, Luc? Nee, ik krijg hem niet meer terug, denk ik. Ja. Luc heeft zijn knuffels mee. Ja. Ja. En Luc is bij opa en oma. Luc is nou bij oma en Luc is bij opa geweest. En Luc is bij opa geweest. Ja. Ja. Waar is opa? Wat zeg je? De Dilgt. De Dilgt. Oké. Dat is een verzorgingshuis. Ja, en daar woont opa en u woont nog thuis dan, begrijp ik? Ik woon hier. U woont hier. Maar u woont er dus allebei op verschillende plek, begrijp ik. Opa, die woont op andere plek. We zijn hier wel samengekomen. We zijn wel samengekomen. Ja. Wij komen eigenlijk uit Stitswert. Oké, eigenlijk uit Stitswert. Ja. Je gaat nou met de oma mee. Moet je vast weer de oma verwend, denk ik. Nee. Ja. Ja. We gaan zo eten, hè? Want wat is het verhaal van Luc? Luc is een kleinzoon. Ja. Van ons. Ja. Ja. En die is gek op knuffels. Laat opa en oma geworden. Ja. We waren wel 72, dus dat is oude later. U was 72 en toen werd u nog oma. Ja. 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 Toen pas. Toen pas, ja. Hoe is dat op zo'n leeftijd als je dan nog inderdaad nog oma wordt? Ja, heel leuk natuurlijk. Ja. Ja, nou zijn we 3 keer oma. Nu inmiddels 3 keer oma. Maar Luc was dus de eerste. Luc was de eerste. Ja. Nou, jullie gaan lekker eten. Ja. Ja, wij gaan nog even verder. Oké. Okay. Doei. Doei. Dag Luc. Doei Luc. En dan is bankje leeg. Zijn ze weg. Gesprekje gedaan met Luc en dan is bankje leeg. En ze lopen daar nog. Oh, daar lopen ze. Nou ja. Goed. Dat ja. Ja, je loopt aan elkaar zeker. He? Verlengde Herenweg. Ja. In de stad. Ja. Ik wil toch hem laten zien. Ik weet niet of een beetje asociaal is, maar Arjen Robben die laat natuurlijk hier zijn nieuwe woning bouwen. En ik kom daar regelmatig langs en dat paleis, want dat is het, dat herrijst gewoon. Of dat komt helemaal omhoog en dan ga ik hier even een stukje voetpad op. Blijf filmen hoor. Yeah. Want hij doemt straks op, joh. Hij is groot, hè? De woning van Arjen Rob. We zijn er nog steeds druk bij bezig. Hij is groot, inderdaad. Kijk. Oh, je kunt er net overheen filmen. Net niet. Misschien moeten we aan de andere kant van de weg gaan staan. Nou, dat is de andere kant van de weg. Ja, je ziet wel iets nu. Aan de villa, hè? Groot. Hoofdgebouw, links een gebouw, rechts een gebouw. Vindt u het mooi, mevrouw? Ik zeg, vindt u het ook mooi? Oh, die villa? Die villa. Is van Arjen, hè? Ja, heel groot. En ik moet zeggen, die oude vind ik helemaal mooi, hè? Ja. Maar ja, dat is weg. Dus ja, het is op een lege plek gebeurd. Ja. Ja, er stond eerst een villa, die hebben ze plat gegooid. En nou is hij dit erop aan het bouwen. Ja, maar ik denk dat het niet plat gegooid is, toch? Om dit te laten bouwen, wel. Ja. Echt waar? Ja. Is dat zo? Ja, het is allemaal nieuw. Het is wel imposant. Nou, je hoort heel veel mensen erover. Jee, wat poenerig, zeg. De chic, het oude, de chic is weg. Oké. Okay. Nou ja, dan wil ik zover niet gaan, of nieuwe rijken. En die gaan allemaal dingen neerzetten met pilaren. He, alsof het uit de Romeinse tijd nog is, met wijze van spreken. En zo gaat hij eruit zien. Ja, valt nog wel mee hoor. Valt nog wel mee, hè? Vind ik ook. Ja, het kan heel veel erger. Ja. Het kan inderdaad erger. Heel veel erger. Heel veel erger. Ja. Bouke Mollema toezocht. Daar gaat er weer heen. Mooi! Ze groeten niet, hè? Oh, rood. Kijk, dan komt hij er nog een keer langs als het goed is. Bouke Mollema toezocht. Niet deze naam dan ook, zeg je dat? Dat is uniek. Ja, het is uniek, ja. Unieke beelden. Mooi, hè? Mooi! Winschoten zijn we? Ja, middeleeuws Winschoten zijn we. Middeleeuws Winschoten. Wij gaan terug in de tijd dus. Terug in de tijd. Want er zijn hier allemaal mensen die dan ook dat gaan nadoen alsof het vroeger is. Dat noemen ze dan reenactors. Reenactors. Nee. En de middeleeuws hadden ze paarden. Ja, en hadden ze draken. Die echt? Die hadden ze toen nog. Hadden ze die gewoon? Ja, die hadden ze en, nog. En nu hebben we 1 draak in deze beurs en die zit een beetje te rijden. Oh, hij zat er heel aardig, zeg maar.
dat piratengevecht dat maar hier ergens wezen, begreep ik. Zeg maar. Ja, ja, is hier eigenlijk. Hier eigenlijk. Hallo. Van wie ben ik onderschat? Toch? Onderschat. Onderschat, ja. Ja. Deur? Captain Morgan. Captain Morgan. En dit is een hobby, Captain Morgan? Dat is mijn werk. Oh, dat is je werk. Hensen. God, weg hier. Een troll. Goed. Wanneer had je toch? Welke films kijkt u eigenlijk? Met troll. Nee, wij zijn goblins. Oh, goblins, ja. Goblins. Goblins, ja. En die, goblins. Ja, wij zijn natuurwezens. Wij zijn geen mensen, wij zijn wezens. Daarom hebben wij zo'n lange neus, zulke oren en kijk. En staart. Staat. Ja. Nou vind ik zo mooi. Nou is dit een hobby, hè, begrijp je? Hobby? Ja, nee, dat is onze roeping. Oh, u woont hier. Ja, ja. Het is geen hobby. Nee. Dus u smikt zich niet af en gaat niet naar huis toe. Smieken. We zijn thuis. U bent thuis? Ja. Smieken. En we proberen hier de boel een beetje aan de kant te houden. Want als ze straks allemaal weg zijn, is het wat een rommel, joh. Ja, jullie mensen maken er af en toe wel een rommeltje van. Ja, kijk maar aan, kijk maar aan. Ja. Dus ja, we houden het gewoon bij een beetje. Wat zei je, misschien? Ja. Met bijl. Ja, voordat je het weet, ga je voor de bijl. Ja. Wij gingen al bijna voor de bijl. Nou, knap hoor. Ik zei het al. Draak. Ja. Ja, die anderen zijn de middelen. Wel, hè? Ja. Jij ja, zegt er. Oh, ik wil er wel hem heen, maar dat kan allemaal niet zo, maar ze zijn op elkaar aan het schieten hier. Brema, we geven een uitzending. Vol gas over de plas. Oef, mooi. Daar zijn we dan, hè? Bij vol gas over de plas. Dit is ook Matthijs. 2-1. Succes, mijn jong. Kijk eens. Oh, fantastisch. Voor Matthijs ook eens tijd van. Ja, ja. Met een andere Matthijs. Nee, we hebben nog een plek vrij. Een plek dus, vrij. We hebben ook een fiets. Dus dat. Prima. Jij zei van, dat doe ik het wel. Ik zei, als jij wordt gevraagd, dan wil ik me wel opofferen. Dat heb ik gezegd. Bij deze geregeld. Nee, ik wist het al van tevoren, maar ik zag jullie aankomen. En ik weet dat Ronald met dit soort dingen niet meedoet. Dus nee. Ik denk, Matthijs, die gaat toch over het water. Ja, dat vreesde ik ook al, inderdaad. Gelukkig is dit het laatste item. En ja, voordat je het weet, ben je weer droog, hè? Ik vind het hartstikke tof dat je doet, Matthijs, hoor. Ach, je ik had het anders ook wel gedaan, maar goed. Ja, ja. Jij drok je zo af. Ja, het ging wel goed bij jou, toch? Althans, 1 meter ging het goed, hè? Zal ik het programma vast afsluiten? Ja, ik wil het ook wel een keer doen. Ja. Dit was de Expeditie Gun. Ik hoop dat ik er volgende week weer bij ben en dat het allemaal kan. Ja. Dat ik niet een stuur in mijn maag heb, maar ik ga mijn best doen, jongens. Wij hopen dat we jou volgende week weer zien. Ik hoop het ook. Oké, daar. Start maar! Ah, geweldig, Matthijs! Ja, dat gaat hartstikke goed, jongen! Ja, ja. Fantastisch! Ja, ja. Ja, man! Geweldig! Fantastisch! Fantastisch! Zeg, hey. We hebben een toppertje bij ons. Hij heeft het gehaald.